Oké, die zenerdiode, die kun je ook gelijk een gewone diode als clamp, als voltage limiter gebruiken. Hier zie je een aantal voorbeeldjes hoe je die kunt gebruiken. Als je die in deze richting plaatst en je zet er een wisselspanning aan, dan gaat die in één richting gaat die limiteren op de zenerspanning. En de andere richting heb je een gewone diodewerking en gaat die zich limiteren op min 0,7 volt. Als je diode omkeert, of zenerdiode omkeert, is dat in de andere richting, gelijk hier weergegeven. En wat je nog kunt doen, is twee zenerdiodes tegensteld, antiparallel plaatsen. Eentje in de, naar boven, eentje naar onder gericht. En dan krijg je eigenlijk een limitatie van de zenerspanning. Als die een zenerwerking is, heb je hier VZ. En in de andere 0,7 volt. In een andere richting heb je hier VZ en is deze 0,7 volt. En tussen deze twee limieten kun je dan zorgen dat de spanning blijft over je belasting. Ja, hier is dat nog eens weergeven. Hier heb je, als je een spanning hebt van 0 tot 10 volt, bij deze positieve piek, dan heb je hier 0 en hier plus, gaat hij naar maximum plus 10 volt, dan kun je kijken A plus plus plus. Als hier een plus staat en hier 0 volt, ja, welke zenerdiode is een zenerwerking en welke is tegensteld? Ja, als hier een plus staat en hier een 0, dan is dit een gewone diode, dus die staat in doorlaat. Spanningsval over een diode in doorlaat is 0,7 volt en deze is een zenerwerking. En in dat geval heb je hier de zener weerstand. En die twee samen geeft u 5,8 volt. In de andere richting heb je dan het omgekeerde. Is hier 0,7 volt en hier 3,3 volt. En die twee samen limiteert je dan tot min 4 volt. En eigenlijk bij het oefeningsgedrag daarlangs is het eigenlijk juist hetzelfde. Dat was het wat we wouden. Of wat ik wil vertellen over de zenerdiodes, is dat een beetje duidelijk. Het grote verschil tussen een gewone diode en een zenerdiode. Een zenerdiode gaat je dus een sper gebruiken. En een zenerdiode, die gaat je gebruiken als spanningstabilisator. Die gaat de spanning heel stabiel houden, zolang die binnen de zenerwerking zit. En de zenerwerking is dus, wat ik hier heb getekend, tussen de kniestroom en de maximale stroom van die component.